Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 180 van Rijt Kick op de Week. Deze week een hele mooie knalrode Ferrari 458. Bij deze auto gaan we het innerspruitstuk verwijderen en die gaan we wandenblassen. Verder die nieuw binnengekomen BMW M3 E90, de sedanversie, handbak, die gaan we compleet showroom klaarmaken. Ja, ook komt er een hele mooie BMW M4 voorbij, de M4 Competition, zo goed als nieuwe met 1800 km op de teller. Gaan we binnenkort wat dichter bij moeder aarde brengen. Ik zeg zoals altijd, kijk en geniet van aflevering 180. Mercedes C180 van de buurman, accu vervangen, gaf hij een storing op, de weerstand van de accu was te groot, dus nieuw accu'tje erin, kan niet meer rijden. De Mercedes C63 AMG staat weer klaar, weer helemaal up-to-date. Audi A6, 3 liter V6 biturbo, voor een groot onderhoud, inclusief alle vloeistoffen, ook van differentieel achter. Automaatbak en motorolie. Verder nog een leiding van de AdBlue die niet doet wat hij moet doen. Die is lek. CLA 45 AMG. Ook voor onderhoud. Onder andere de automaatbakservice. Kunnen we hier zien. Een mooie Seat Leon Cupra op de brug staan. De auto heeft bijna een ton gelopen. Gaan we voorzien van een nieuwe olie. Versnellingsbakolie verversen, motorolie verversen. Interieurfilter vervangen. En even de klant adviseren om misschien een keer toch andere banden achter erop te leggen. Dat zou wel een goed herrie maken. Kijk hoeveel hoogteverschil erin zit. En ze zijn ook profiel is ook wel een keer op. Dus gaan we even adviseren. Komt hij aan, de BMW M3 E90 handgeschakeld in de sedanuitvoering. Die gaan we hopelijk vandaag nog fotograferen en dan komt die online. Een auto die in de toekomst alleen maar zal stijgen, is al gebeurd. Ze zijn al een stukje goedkoper geweest. Het is gewoon een hele unieke verschijning. En zeker in de combinatie handbak en sedan. Nog bezig met die prachtige Audi A6 Black on Black. Het vervangen van de leiding van de AdBlue. Die ligt hier op de grond. Hier om die leiding zat een flinke roos en die ligt hier. Die zat er helemaal omheen. Dat is eigenlijk gekristalliseerde AdBlue. Kijk, en als het op de grond loopt, dan doet AdBlue dit. Als het op de grond valt, is het gewoon een waterige substantie. Het droogt een beetje op, dan gaat het bekristalliseren en dan is het er echt raar uit. En het is wel lekker om te weten. Een groot bestanddeel van de AdBlue is gewoon varkensureum, oftewel varkensurine. Dus ik ga even mijn vinger wassen. Mercedes CLA 45 staat hier voor velgreparatie. Velg is in beschadigd, kijk de banden zijn er al afgedraaid daar. En onderhoud volgens voorschrift. Ik heb de auto helemaal nagekeken. Moet groot onderhoud hebben. En de remmen voor zijn behoorlijk dun. Schijven opgemeten zijn slecht. En zie je hier ook, de groeven zijn bijna weg. Dus die zijn ook aan vervanging toe. Achter hetzelfde. Blokken zijn ook dun. Schijven zijn ook te dun. Eerst even contact nemen met de klant.
En dan kunnen we verder. Hier staat een Golf 7,5 GTI. Heel mooi exemplaar. Deze heeft bijna 120.000 kilometer gelopen. Moet ook groot onderhoud hebben. Mooie high performance intake erop. DSG service moet die hebben. Dus hier gaan we nu aan verder. Een mooi rijtje voor de deur. Mercedes GLC, Mercedes C, de AMG 63, zojuist naar buiten gereden. Een Tesla, ja sorry, kon het niet laten. En dan een hele mooie BMW M4 Competition, zo goed als nieuw. Met een heel dik agrafisch uitlaatsysteem. Nieuwe AdBlue-leiding gemonteerd. Deze is nog helemaal vernieuwd. Loopt helemaal naar voren toe. Het nieuwe vloeibare goud Mobil 1. Wordt weer geleverd. Gaat naar slang. Helemaal naar binnen toe. En achterin hebben we een silo staan. Die worden nu weer gevuld met 750 liter. Mobil 1 ESP Formula. De vorig jaar verkochte Mercedes C63 staat hier voor onderhoud. Bougies die moeten vervangen worden. En olie service. Die Black on Black A6 Biturbo staat er op zijn wielen. Op de brug C63 AMG Estate. Deze auto heeft een probleempje met de knop van de navigatiebediening. Heeft een beurtje nodig. Nog bezig met de CLA 45 AMG. Groot onderhoud. De wielen van de CLA. Het gaat er niet om waar die is geraakt, maar waar die niet is geraakt. Hij is echt helemaal rondom. Overal beschadigd. Alle velgen. Dus die gaan we even herstellen. Ja, qua banden. Deze banden komen er vanaf. Van de CLA. En ook het advies. Die gaan we de klant meegeven. De binnenkant is hier een beetje weg. Deze gaat nog redelijk. Deze vindt ook wel minder te worden. Dus we gaan even het advies geven om... Eens even over de banden na te denken. Want als we dan die velgen hebben gepoedercoat, dan zou ons advies zijn om er 4 nieuwe op te leggen. Het is natuurlijk een 4Matic. Dus ja, eigenlijk het beste om alle vier de banden te wisselen. Toch wel de beste tijd een beetje gehad. Het
Maar dat ligt natuurlijk altijd bij de klant. Vossenwielen. Die zijn hier en daar wat beschadigd en wat puntjes. Dan had de klant gevraagd om garantie voor de lak. Hebben we bij Vossen ingediend. Maar daar doen ze niks mee. Helaas, ze zeggen toch vanuit de steenslag. We gaan ze nu opnieuw laten coaten. Moet toch goed zijn. Ik denk ook wel, als ik eerlijk ben, dat de poedercoating die wij aanbrengen sterker is. Hier ook weer eentje. Sterker is dan de lak die Vossen gebruikt. En dan hopen we dat het probleem daarmee opgelost is. We zijn bezig met de bougies aan de rechterzijde en daar is de bougies aan de linkerzijde. Bobine heb ik er nou uit, eentje. Nieuwe bougies in de C63. De oude bougies. Een hele slanke bougie, lang en dun. Mercedes GLC wordt erop gehaald. ...43 AMG. Lekker hè. Fotograferen van de BMW M3. 91 sedan. De 4 liter V8. Handbak. In Jerris zwart. Terug bij de GTI. Olie service en olie van de sper differentieel verversen. Ja, natuurlijk originele Volkswagen olie. De splinternieuwe geperforeerde remschijven van Brembo voor de Volkswagen Golf 7,5 GTI. C63 AMG, weer geserviced. Volkswagen, ja echt. Volkswagen, Duitsland met een beste Nissan. Kom onderdelen brengen, kwam onderdelen brengen en de C63 gaat weer vertrekken. Wat een apparaat, hè. En die hele dikke biturbo, bomvolle biturbo. Die zijn even iets lekkers weer halen, komen de auto weer ophalen en die zijn, als het goed is, iets lekkers weer halen voor ons. Dus we gaan eens even kijken wat ze hebben gehaald. Weer een dikke Shark op de brug hangen. Mercedes C63S. Staat hier voor onderhoud. Olieservice, interieurfilter vervangen. Remblokken achter vervangen. Die zijn op. De olie is al... De olie is al aan het uitdruppen. De Lamborghini Gallardo wordt weer gebracht voor het verdere verloop van het project. De auto is compleet overgespoten bij de Vries. En nu wordt hij nog gebracht voor wat aanpassingen. Een heel project. Maar het wordt al voor iets. Het is juist die Lamborghini gelost. En het begint wel erg gezellig worden in de showroom. De 328, Audi R8 V10. De Huracan nog steeds, de LP16, Ferrari 458, hele mooie Porsche 991. Daarachter een 991 GTS, Cabrio. Hier de zojuist geloste Gallardo. De F12 hebben we nog op voorraad staan, de Huracan.
Ja, de Aventador die is nog steeds, als het goed is, verkocht. De inruilauto staat al hier. Deze heb ik ingeruild op die Aventador. Zo zou het toch goed moeten komen nu. En hier staat die Gallardo Superleggera. Hiervan gaan we de bak onder handen nemen, nieuwe koppeling. De R8 V8 Spider. We zijn juist bezig geweest met het fotograferen van de historie van die BMW M3 van 2008. Eens kijken. Dat is nog eens onderhoud, hè. De auto is van 2008. Is ondertussen 14 jaar oud. Gaat hard. Complete historie aanwezig. Uiteraard inclusief de boekjes met stempeltjes. Maar dit is de uitgebreide historie. Mooi, hè. Nog twee rekeningen en nu was helemaal af geweest. Maar ja. De BMW E91 die staat weer op zijn wielen. Nieuwe lagerschaal gemonteerd. We gaan nu de eerste proefrit. Wel een 325? Oké, okay, het is een 325. We hadden even de discussie of het een 325 of een 330 was. Ademhalen. Maar het is een 325. En er zat een knocking sound in, dus een knocking noise in. En die hopen dat het nu is opgelost. De klant was heel erg bang dat de lagerschade er bijna uit lagen. Die zijn nu niet vernieuwd. En we gaan even kijken of dat alles nu loopt zoals het hoort te lopen. Ferrari 458. Bezig met een 911, 991 Carrera 4 GTS. Deze auto moet de remvloeistof gedaan worden. Olieservice, interieurfilter, bougies, luchtfilter. Remblokken voor, remblokken achter. Een lekker grote beurt. De ingeruilde Audi RS6 staat klaar om gefotografeerd te worden. Zojuist de parkeerplaats voor vrijgemaakt. En dan begint het weer te regenen, dus nog even wachten. Fantastisch mooie 2013 Audi RS6 met het carbon exterieurpakket erop. Dus die diffuser. Vervaagd uit carbon. 360 surround view. Het is een vierzitter. Zie je niet heel erg vaak. Ik heb er wel al een paar gehad. Zie je? Dus in het midden zit daar zo'n bakje met twee gordels achterin. Bang & Olufsen heeft hij. Rollo's in de deuren links en rechts en in de kofferklep. Achter klimcontrolebediening. Verwarmde stoelen achter. Verder een afgevlakt stuurtje. Klimcontrol uiteraard. Lane assist, side assist. Wat ook leuk is een Alcantara hemel met die mooie stitching erin. Head-up display. De RS6 heeft 130.000 km gelopen. En wat ik al zei, die mooie Alcantara hemelbekleding. De wieltjes van B&O. Ook die kappen zijn mooi van aluminium, voor en achter. Erg dik. Fotograferen van de Audi RS6. BMW F10 is recent bij ons geweest voor wat storingen. Ook het vervangen van de injectoren. Helaas waren deze in backorder. Ondertussen binnengekomen en die gaan we nu vervangen. Hier op de gereedschapwagen liggen de injectoren, de oude. En links in die plastic doosjes de nieuwe. Het beeld voor het wandelblaster bij de Ferrari 458. Natuurlijk echt alles volgelegd met kussens, want we moeten hier helemaal overheen liggen. Inlaat gedemonteerd. En dit is het beeld vooraf. Deze heb ik al gestraald. Kijk, je ziet al een tintverschil. Dus je moet nog even verder nog wel iets meer stralen. En deze. Zo. Kijk, hier heb ik de inlaat liggen.
Nu wel een werkje om die los te halen. We zijn bezig met de bougies bij de 911 Carrera 4 GTS. Erwin is storend zoeken bij de BMW X5. Prachtig resultaat. En gaan we nu naar de rechterbank van de motor. Dan zien we dus nog een inlaat die niet gereinigd is. En dan kun je nogmaals het verschil erg goed zien. We zijn zover dat de 458 weer normaal kan ademen. Alle luchtkanalen die zijn weer open. We zijn bezig met de GTR. Die hebben we nog een keer opgehaald. Ik zal jullie even het filmpje laten zien. En nu is echt een heel licht geluidje, wel een erg aanwezig geluidje. Het zat er waarschijnlijk hierin. Die hebben we even afgesteld, die hebben we gestemd. Die was het echt prrr, prrr, prrr. Dus die hebben we even afgesteld. Dan doen we de schijf even netjes schoonmaken zometeen. En dan zit er nou keramisch vet op. We hebben alle raakvlakjes van de remblok even overnieuw gedaan en los gehad, dan zou het probleem verholpen moeten zijn. Keramisch vet, mooi strak aangebracht. Gaan we de wielen monteren. We gaan ook even voor de zekerheid die randjes even iets of wat keramisch vet aanbrengen. En dan zou het verholpen moeten zijn. We pakken meteen even alles aan. Porsche 991 Cabrio, nieuwe remschijven gemonteerd. Van Brembo. En ook aan de achterzijde nieuwe remblokken gemonteerd op deze 911 991. Krijgen we zo het commentaar, want het is toch echt een 911. Klopt, maar elke 911 heeft een type aanduiding. 964, 993, 996, 997, 991. En dan heb je ook nog het oude en nieuwe model weer, facelift modellen. Dus 991.2, 992.1. En zo gaat het door. Dus de MK1, MK2. Dit is een auto met centerlocks. Dus met een centrale moer. Een flink project met een Renault Clio. De klant wil hem compleet gepimpt hebben. We hebben de voor- en achterbumper gedemonteerd. Die gaan we nu monteren, allebei gespoten. Voorzien van een verse laklaag. We gaan een nieuwe achterlichtje monteren. Hij is volledig gepleiste auto. Gaan we nog meer gedaan, Luc? Ja, dat zei ik wel, hè? Deze is volgens mij wel. Lamborghini Gallardo. Weer voorzien van een nieuwe APK. Terug naar de werkplaats om de klauwen te demonteren. Porsche 911. Luchtfilter zit op een prettige plek. Precies achter de achterbumper. Dus om daar de filters te vervangen, moet de complete achterbumper eraf. Dan wordt die bakje losgeschroefd. Deze. En dan kun je de filters bij. Geen overbodige luxe zoals je ziet. Dus twee nieuwe filters erin. Dan zijn we bezig met de Clio. Nieuwe achterlicht gemonteerd, die wil de klant er graag in hebben. Bumper achter is gemonteerd. Met natuurlijk een mooi rijdbordje erop. Bumper voor is gemonteerd. Helemaal gepoetst. Of gedetailed moet ik zeggen.
Hij ziet er weer een stuk beter uit. Renault Clio GT, ook mooi voorzien voor van mooie emblemen. Dit wou de klant graag. Ziet er wel mooi uit zo. We gaan de GTR van Kosovo weer terugbrengen. Net het mooie nieuws ontvangen van Albert. Dat ze ouders zijn geworden. Gisteren hun zoontje geboren. Ja, fantastisch mooi hè. Dus we gaan nu de GTR terugbrengen. De auto van mijn zoon, de Golf GT, die staat daar. En daar rijdt Dion weer mee terug. Klant op bezoek uit Limburg. En met een superleuk verhaal. Daar heb ik in 2005 een Audi S3 aan verkocht. En die heeft hij sinds een half jaar niet meer. Dus al die jaren, vanaf 2005 tot 2022, heeft hij die auto gereden. Nu dan in bezit van een RS3. Maar in 2005 die S3 aan hem geleverd. Destijds heb ik zijn Crado ingeraald. En die Crado had hij toen 18 jaar. En nu kwam ik weer binnengelopen. Erg leuk. 17 jaar later, zeg ik dat goed? Ja, 17 jaar later. Mooi. De Clio staat klaar om opgehaald te worden. Klant is al gearriveerd. Voorbumper gespoten, achterbumper gespoten. De splitter aan de voorzijde is nieuw en ook gespoten. Achterbumpertje, wat ik al zei, gespoten. De Renault Sport logo is aangebracht op wens van de klant. Een nieuwe achterlichtjes gemonteerd. Ik heb alleen nog even geadviseerd om een paar spacers te plaatsen. Er liggen wielen op met een verkeerde ET. En die auto staat veel mooier op zijn wiel als er... en misschien iets lager. Dan zou het misschien het mooiste zijn ietsje lager leggen en meteen spacers ertussen. Maar ik sta klaar en ik ga mee. Het is vrijdag. Morgen nog één dagje en is het weer weekend. De Gallardo. Gallardo. Remklauwen gedemonteerd. Voor links en rechts allebei eentje. En achter zitten er twee op. Eentje voor de handrem en eentje voor de normale rem. Die zijn er ook allebei vanaf. Hier liggen alle onderdelen van de remklauwen. En waarom zijn ze eraf? Ze worden allemaal gestraald en gespoten in verse lak. Op wens van de klant. Dus nou hangt hier even een enkele dagen zonder remmerij. En binnenkort... wordt ook dit weer perfect. En zo beetje bij beetje wordt die auto perfecter en perfecter. Pas wel bij jou. Oude man of niks. Oude man. Volkswagen Golf Diesel. Staat hier de auto die zou stationair niet zo geweldig lopen. Hij heeft recent al onderhoud gehad. Brandstoffilter is al vervangen. Motorstoringslampje brandt ook niet. Dus we gaan even kijken of dat wij het waar kunnen nemen. Ophalen van de Audi S3 na een grondig stukje onderhoud. En een montage van een Miltek systeem. Gaat er mee met de eigenaar? Ik zei het net verkeerd. De Miltek is vorige keer al gemonteerd, nu alleen voor groot onderhoud geweest, zoals jullie al gezien hebben. Mooi. De Porsche 911 991.2. Daar hebben we pas de remklauwen van gedaan en die velgen in de kleur brons. En dan gaan we nu de strijping aanbrengen aan de zijkant van de auto. In de kleur, juist, geel. Zo meteen het resultaat.
Het resultaat. Erg dik, hè? Precies matchen bij de remklauwen. We gaan gala rijden in Uden. Met de Porsche Panamera GTS. En met de gele Lamborghini Huracan. We gaan ze naar buiten rijden en zo meteen vertrekken. En de Panamera GTS 4 liter V8, die gaat ook mee. Opgesteld voor de rit naar school toe. Normaal is het naar Markant, een theater hier in Uden, en nu is het naar school, naar het Udens College. Dus hier staat een hele rit en erachter staan nog allemaal auto's klaar. En, dus we gaan zo meteen rijden. Zo gaan we stapvoets. We gaan heel langzaam vooruit. Dus eigenlijk die auto niet heb gemaakt, hè. Nou, lieve mensen, het is weer zaterdag. Het is 4 uur, denk ik. 3:30, 4 uur. Om 3 uur zijn we gesloten. Een beetje uitgelopen vandaag, zoals elke week. En we gaan er de pan op gooien. We gaan weer lekker weekend houden. We gaan naar het water. Zonnetje schijnt. Pijpjes weer leeg, accu moet opgeladen worden. En we gaan maandag weer volle bak aan de gang. We zijn volop het zoeken naar nieuwe voorraad. We zijn in gesprek met een gegadigde die misschien bij Erwin komt zitten. Dus dat we daar de wachttijd iets korter kunnen maken. En de service iets uit kunnen breiden weer. Erwin had gewoon echt handen tekort. En we hebben iemand die ik al lang ken. Die werkt al heel lang bij een dealerbedrijf. En die is komen praten en misschien dat hij ons team komt versterken. Dan zijn we nog steeds op zoek naar een serieuze detailer. Die onze auto's weer als nieuw kan presenteren. Oh, het is ook wel mooi. Maandag of dinsdag komen er 23 inch Vossen wielen binnen. Voor de G63 komt een Panamericana grill binnen, heb ik al gezegd. Maar in ieder geval, volgende week komt hier de kabiel op. En dan kan hij gefotografeerd worden. Dit was je weer. Alles daar binnen. Marijn en Bram zijn op vakantie. Die zijn in Mallorca. Op zaterdag werken de jongens natuurlijk niet. In de werkplaats. Dus we hebben vandaag alleen gestaan. Er staat er nog meer. Ja, er is net een BMW 5-serie gebracht. Van origine een Japanse auto. Voor wat kleine reparaties. In een hele mooie Alpine witte kleur. Echt wel dik bij zijn 5-serie.
Daar staat nog die M3 met lichte voorschade. Die wordt gerepareerd voor een klant. De Gallardo achter in de hoek voor de spuiten van de remklauwen. Die Jeep SRT. De X5 50i. Porsche Panamera is er een keer vaker geweest. Turbo. We zijn nog bezig met de beurt van de CLA. Auto van Marijn staat hier even binnen. De 325 e-Touring. Met deze auto hebben we de lage schalen vernieuwd. En de grote beurt bij de 991 Carrera 4 GTS. Het is mooi geweest. Ik stap weer op mijn fiets. En dan springen we zo in de auto en dan rijden we naar het water. Ja, lieve mensen, dit was jou weer aflevering 180 van de Ride Kick Up de Week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Onder dit filmpje abonneerknopje indrukken, belletje aan en je blijft automatisch op de hoogte van al het rijden en zeilen hier op de zaak. Ja, mocht je interesse hebben in onze merchandise, de hoodies, de petjes en de capjes, ga dan naar rijdautos.nl/merchandise. Kom je meteen in onze webwinkel en daar kun je de spullen bestellen, mocht je geïnteresseerd zijn. Rest mij nog om jullie een heel fijn weekend te wensen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 181. Tot volgende week.